Met deze 12 mensen heeft hij het evangelie, heeft hij verkondigd. En de Heer Jezus heeft een gigantisch mooi cadeau voor ons. En misschien ken je dat wel, dan krijg je iets heel moois, dat helemaal ingepakt is. En zonder het Pasen krijg je wel eens een paasei. Helemaal mooi, een cellofaan, helemaal mooi ingepakt. En het ziet er prachtig uit en dan ben je er heel blij mee. En dan zet je dat in de kast. En weken later, dan ziet het er nog steeds prachtig uit. Dus we hebben hier ook een prachtig cadeau van de Heer. Daar kan ik twee dingen mee doen. Ik kan het neerzetten. God, wat een mooi cadeau, hè. Zie je zo'n mooie doos ik heb gekregen. Een mooie gouden doos met een hengsel en stiksels met de hand gemaakt. Wat een prachtig cadeau. En zo gaat het ook met het paasei wat we hebben gekregen. We zetten het neer in de kast. Totdat iemand zegt van, heb je wel eens opengemaakt? Wat zit er eigenlijk in? Nou, ik denk chocola. Maar wat zit er in die chocola? Misschien zit er wel een grote schat in. Het is hetzelfde met de liefde van de Heer Jezus. Hij geeft je een cadeau. En die wil graag dat je het ook doet. En dan niet alleen, kijk wat zit erin. Er zit van alles in. Er zit een Bijbel. Er zit ook nog een Bijbel in. Bijbel gewoon een taal. Er zitten boekenliggers in. Er zitten allemaal cadeautjes in. Wat had ik nooit gezien als ik het niet had opgemaakt. Wat mooi is. Dan heb je twee prachtige Bijbels. Een Bijbel in gewone taal, wat fantastisch is, want het is heerlijk om in te lezen. En ook nog een Bijbel NBG, en die is wat dieper. En als je dan naast elkaar legt en je snapt de NBG, dus kun je de Bijbel gewone taal pakken van hé, wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk? Maar het is de bedoeling dat we het gaan openen en dat we het gaan uitdelen aan mensen. Maar weet je, je hebt dan een cadeau gekregen van de Heer. Weet je al wat voor cadeau je hebt gekregen? De Heer, en we hebben daar teksten van, en die staan op de boekenlegger, die mag je ook mee straks. In zijn woord staan hele mooie teksten. Eén van die teksten is Johannes 1, vers 12. En daar staat in de Bijbel gewone taal en ook de Bijbel NBG, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Je mag hem aannemen, maar hoe doe je dat dan? Want hij wil heel graag dat we zijn kind worden. En dat wij alles krijgen van de ouders de hele erfenis. Johannes 3. In Johannes 3 vers 16 kent iedereen. Ieder die gelooft, heeft eeuwig leven. Maar weet je dat het maar een deel van de erfenis is? Je mag zoveel meer ontvangen van hem. Hij heeft zo'n prachtig cadeau voor ons. En Johannes 3, dat is het verhaal van Nicodemus. Er komt Nicodemus s'nachts naar de Heer Jezus toe. En hij komt s'nachts over, dat durft hij niet, want hij is van de Fariseeërs. En hij zegt tegen de Heer Jezus, u bent een rabbi, u bent meester. Niemand kan doen wat u doet als u niet van God bent. En dan zegt de Heer dit, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En iets verderop zegt in Johannes 3 vers 5, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Maar dan zegt Nicodemus, dat kan toch niet? Ik kan toch niet opnieuw in mijn moeder schoot gebruiken, dat kan toch niet? Hoe kan ik nou opnieuw geboren worden? En de Heer zegt, je moet geboren worden uit water en geest. En die geest is natuurlijk de Heilige Geest. En dat water is het verfrissende water van de Heer. Het vruchtwater. En de Heer zegt, je mag mijn kind worden. Maar hoe doe ik dat dan? Hele mooie tekst. Bijbel gewone taal. En begeven staat in Romeinen 10, dan heb je een boekleg van. Door te beleiden met je mond
Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes het evangelie. En wat betekent evangelie? Evangelie betekent de blijde boodschap. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. En opgestaan uit de dood, zodat wij eeuwig leven hebben. En dat wij een hele erfenis gaan krijgen. En die erfenis is dat we straks in de hemel komen. Dat we straks feest gaan vieren. We gaan naar het bruiloft van het Lam. En vanmiddag mocht ik ook al spreken. En toen zei ik, in de Bijbel staat, want het woord zei ik niet dat het in de Bijbel staat, maar het staat in de Bijbel, dus je mag niet mij zomaar geloven. Het moet hierin staan, jongens. Het moet hierin staan, zijn woord. En toen zei ik, we gaan straks 7 jaar feest vieren in de hemel. Toen was ik naar buiten en toen zei iemand tegen mij, ho, waar staat dat dan? Dat staat in Daniel. Staat in Daniel 2 tot en Daniel 9. Daar wordt prachtig gesproken met alle geheimenissen openbaring. En dat staat in Matthäus en dat staat in openbaring. Openbaring is betekent, het wordt geopenbaard aan zijn kinderen. En wat krijg je dan? Eeuwig leven. Je mag met hem naar boven. Je mag met hem feest vieren. Je mag straks met hem regeren. En we willen de hele erfenis. Want als je een kind bent, dan krijg je de erfenis van je ouders als ze overlijden. En wij hebben God de Vader. De Heer Jezus en de Heilige Geest. En ik wil heel graag voor jullie bidden. Zodat Gods grootheid door jullie heen stroomt. Zoals de Heer Jezus deze 12 mensen uitkoos, deze 12 mannen, bezweet. Ze hadden de hele nacht gevaren. En de Heer Jezus loopt naar ze toe. En die zegt, ik wil graag op de boot. En ze hadden al heel lang hard gewerkt. Dus het betekent dat ze helemaal gesmeed hadden. En de Heer Jezus stapt in een van die bootjes en hij verkondigt daar de boodschap van zijn vader. En na afloop zegt hij, kom, we gaan vissen. Maar hier hebben we al zoveel gevist. En ze gooi de netten maar uit. En toen haalden ze de oogst binnen, de vangst haalden ze binnen. En die was zo groot, dat ze de tweede boot nodig hadden. En als je dan zegt, twee boten, dus op elke boot stonden ongeveer 6 mensen. Er waren 12 discipelen. En die boot, die werd allebei de boot werden gevuld. En toen gingen ze naar de kant. En toen zei de Heer, het is tijd dat jullie het voedsel gaan uitdelen. En ze lieten alles achter. En toen waren ze maar met 12 mensen. Maar de hele wereld weet nu wie God is, wie de Heer Jezus is, wie de Heilige Geest is. Welkom binnen, we zijn nooit te laat voor de Heer, we hebben eeuwig leven. Ja, je mag lekker plaatsen als je wilt. En het mooie is, misschien zijn we een handjevol mensen. Als wij nou eens beginnen met het evangelie uit te delen, als nooit tevoren. Gaan vertellen, het voedsel uitbrengen. En zodat het vermeerderd wordt. Kijk niet om je heen, kijk niet om mij.
gezonde, zodat wij gered kunnen worden, zodat wij kinderen kunnen worden, want niemand komt naar u toe dan zonder dan de moed. Dank u wel dat u er voor ons bent. En in de stilte.